Oké, yes. Welkom allemaal weer bij een nieuwe video van mijn YouTube kanaal. En ik heb een nieuwe camera, dus ik ben heel erg blij. De kwaliteiten zijn heel erg goed. Dus ja, yeah, ik ben nu in mijn kamer. En ja, ik ben gewoon heel erg blij. Vandaag gaan we mijn top 5 favoriete... Bruh. 5 favoriete schoenen doen. Laat ik mijn favoriete schoenen zien aan jullie. En ja, dat ga ik nu doen. Oké, nummer 5 is Adidas Originals Superstar. Ja, ja. Ik heb hele grote voeten, by the way, dus ze zijn heel erg lang. Zoals je ziet. Wow, 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 nice. Maar deze is nog iets specialer, want jullie denken vast, oh, dit is gewoon de versie die iedereen heeft. Maar nee, deze heeft een gezicht erop. Leuk. Niet op mij focussen, niet op mij. Ja. Nice, hè? Nice, oké. Dus ja, daarom heb ik hem ook gehaald. Ik vond hem ook origineler. Dus ja, dit is nummer 5. Okay. Nummer 4 is mijn Adidas Stan Smith. Ja. Ik heb deze al een tijdje. Ze zijn ook een klein beetje dood. Ze zijn nog wel wit, maar een beetje paar vlekken erop. En ja, dit is hem. Het is gewoon eigenlijk heel simpel. Witte schoen. En ja. Maar ja, ik vind hem echt nice. Dus dat is hem. En nummer 3 zijn Dr. Martens zwart. Ik heb deze al een halfjaartje. Ik vond hem een mooie kleur. En hij was afgeprijsd. Want meestal zijn ze echt vet duur. 160 euro of zo. Dus ja, we gaan nu naar nummer 2. En nummer 2 zijn eigenlijk niet echt schoenen, maar het zijn meer van sandalen. Mijn moeder noemt ze altijd, als ik ze draag, mijn moeder zegt altijd, oh, heb je weer je Jezus sandalen aan of zo? Maar ja, ik kan het wel begrijpen, ze zien er wel een beetje uit als Jezus sandalen. Okay. Dit zijn ze, zijn van Dun London. En ja, het zijn sandalen eigenlijk. En ik vind het best wel cool, want het lijkt een beetje op een gladiator, of hoe je dat ook noemt, sandalen. En het is niet zo normaal, ik weet niet wat ik moet zeggen ervan. Ik vind hem echt gewoon nice. En als ik hem aan heb, ziet hij er wat doper uit. Dus ja, nummer 1. Ja, laat me wat meer vertellen over nummer 1. Nou, over nummer 1 vond ik eerst echt een beetje een dure schoen. Toen dacht ik echt van, nee, die wil ik niet halen, het is een beetje duur, bla bla bla. Toen kwamen ze in uitverkoop. Toen was ik super blij. Toen heb ik ze gehaald. En het is Nike Air Max. Bam, bam, bam. Ik denk dat jullie deze wel allemaal al kennen. Deze mooie smooth schoen van Nike Air Max. Ja. En ja, dit is echt een mooie schoen. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. En ik zie jullie de volgende keer. Doei!